Hey mensen! Oh, ho, ho. Wat gebeurde er? Oké, ik keek zo. Hey mensen, welkom bij leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Thomas Games. Van even Minecraft op Thomas Games. Oh, dat ging niet zo soepel als dat ik had gehoopt. Er zijn al 2 dagen geen video's online gekomen op Thomas Games. En waarvoor ik mij best wel eigenlijk schaam. Dat is eigenlijk niet de bedoeling geweest. Ik weet eigenlijk niet waar het aan heeft gelegen. Ik had vrijdag. Ik had vrijdag was er een YouTube. Een soort van YouTube. Een soort van. Ja, je zou het kunnen zeggen. Een soort van. Mini YouTube gathering. Met eigenlijk alleen maar. Eigenlijk alleen maar YouTubers. Zeg maar. Dus er konden geen. Er konden geen fans. En zo. Of in ieder geval kijkers. Kijk, ik vind het altijd zo moeilijk om van mezelf te zeggen. Kijk, ja, er komen allemaal fans van mij. Ik weet niet. Ik vind het raar om te zeggen. Ik heb gewoon kijkers. Vind ik. En geen. Ik vind geen. Ja, fans. Dat vind ik zo. Vind ik zo'n zwaarwegend woord. Snap je een beetje mijn... Oh, kijk, een vleermuisje. Oh, zien jullie het eigenlijk wel? Wacht even, hop. Kijk nu wel. Nog een vleermuisje. Oh, kijk. Familievleermuis. Ah, vleermuisfamilie. Ik zei familievleermuis, maar dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Oké. Okay. In ieder geval. Er zijn 2 dagen geen video's. En dat komt omdat we een YouTube bijeenkomst hadden. Oh, hij zwemt er. Hij vliegt gewoon door het water. Oké, okay, ja toch. Dat was al in een andere aflevering. Wat is dit voor grot? Ik ben hier nog nooit... Dit is wel mooi... Wow. Die gaan we eens even mooi verkennen, deze aflevering. In ieder geval... Dus dat YouTube... Ja, ik kom ook niet verder in het verhaal. Het schiet ook niet op. Ongelooflijk. Als jullie al weggeklikt zijn, dan geef ik jullie geen ongelijk. En waar is mijn pikhouwiel? Is die kapot? Oh nee. En ik heb natuurlijk ook geen diamant. Oké, we gaan eerst naar huis. Dan gaan we deze grot ontdekken. Nee, dat is niet... Verkennen, dat is het woord. Dat is het woord wat ik zocht. Ongelooflijk dat ik daar zo lang over deed. In ieder geval, er is ook weer een nieuwe video op mijn hoofdkanaal. En die is heel leuk, vind ik. Ik heb hem samengemaakt met Kelvin en Peter van Cinema. Water. Er is daar water. Rennen. We zijn dood. Oh nee, waarom nou weer? Oké, laten we eens even kijken of we dat ooit... Oh, daar is het. Laten we eens even kijken of we dat ooit nog eens terug gaan vinden. We waren in ieder geval wel goed uit de buurt van de lava, of waren we niet goed uit... Oh, straks zijn mijn spullen ook nog verbrand en ik heb ook geen fakkels meer. Nou, dat was leuk. In ieder geval... Ik had dus een YouTube feestje. Ik was bezig met mijn verhaal. Ik ben al 3 minuten bezig met een verhaal. Proberen te vertellen wat gewoon niet lukt. Ik ga nu gewoon het verhaal van begin tot eind. En ik laat me niet meer afleiden. Ga ik het nu vertellen? Ja, oké. Komt-ie. Zijn jullie klaar voor? Even klaar? Schap! Even stilzitten. Stil! Oké, dan luister je toch lekker niet. Als je niet stil wil zitten, dan ga je gewoon lekker niet luisteren. Maakt ook niet uit. Jesus sheep! Wat ik dus wou vertellen... kijk, we hadden dus een YouTube feestje. En Kelvin en Peter, die konden op een gegeven moment niet meer terug naar Groningen. Waar ze vandaan komen. Appingedam, in ieder geval klein dorpje in Groningen. Konden ze niet meer heen. Wel een heel leuk dorpje in Groningen. Enfin, stad is het. Het is een stad. Appingedam is een stad, absoluut. Ze hebben stadsrechten, geloof ik. In ieder geval, maakt niet uit ook eigenlijk. Maar ze konden niet meer terug, dus toen konden ze bij mij slapen. En toen hebben we ook gelijk een video opgenomen. En ja, kijk, het is ook, als ik visite heb, vind ik het altijd zo lastig. Zo van, jongens, ik ga even... Vermaken jullie even met z'n tweeën, dan ga ik even gamen, ja, in mijn eentje. Ja, en dan, ja, dan kan je natuurlijk ook nog zeggen, ja, neem Kelvin en Peter dan gewoon mee in die games. Dat was natuurlijk wel leuk geweest. Ah, dat verzin ik nu. Oh nee, dat had mijn gamekanaal zoveel leuker kunnen maken. Kelvin en Peter, een soort gastrol. Alleen dan niet echt een gastrol, want ik ben er zelf bij. Oh, ik weet ook niet, dat had ook niet gewerkt. Want mijn microfoon, daar moet je echt best wel gewoon... Eigenlijk moet je bijna in de microfoon kruipen om te praten. Niet om te praten, wel... Zeg maar, als hij het goed wil opvangen, dan moet je gewoon zowat in de microfoon zitten. Ja, ik kan natuurlijk ook wel instellingen veranderen, maar dan komt er meer ruis in. Ja, ik weet niet. Het was een leuk idee geweest. Had niet gewerkt. Net als communisme, dat is gewoon in de praktijk heel erg leuk. Want ja, we werken allemaal samen en iedereen krijgt evenveel. Dat is leuk. Ja, weet je, waarom niet? Maar dat is natuurlijk alleen maar, ja, weet je, dat werkt niet. In de theorie werkt het, in praktijk zou het nooit werken. Eens even kijken, weet je wat ook niet werkt? Dat we gewoon eigenlijk helemaal...
dat ik eigenlijk gewoon helemaal niet weet. Had ik hele belangrijke spullen, behalve dat zwaard, had ik hele belangrijke spullen, heel eventjes, even serieus? Ja, hè? Of was het niet in dit moeras? Het was niet in dit moeras, ik weet in welk moeras het is. Maar we zijn waarschijnlijk al te laat en mijn spullen zijn waarschijnlijk al... Oh, ik ben alweer bijna dood. Ik kan me beter dood laten gaan. Oh, nee. Althans, ik ben niet bijna dood. Ik heb heel erg honger. Op welke moeilijkheid staat hij eigenlijk? Laten we eens even kijken. Op zijn moeilijkst. Zullen we even... Oh, nee. Nu kan ik niet meer sprinten. Oh, ik maak allemaal domme keuzes. Zal ik hem even op peaceful zetten? Maar dan gaat de honger gaat toch niet beter... Wacht even. Ik ga hem heel eventjes op peaceful zetten. Heel eventjes. Ik wil gewoon weer kunnen sprinten, snap je? Sprinten is mijn leven. Althans, nou ja, niet echt. Zelden eigenlijk. Alleen als ik een trein moet halen of zo, dan kan ik nog wel sprinten. Moet ik eerlijk toegeven dat ik wel monsterlijk snel ben. Maar alleen als ik iets moet doen, hoor. Alleen als ik echt iets moet halen, dan gaat er een soort instinct, een soort jagersinstinct, komt er dan los bij mij. En dat resulteert of ik ga eten, want bij jagersinstinct, dan ga je uiteindelijk eten. Dat is uiteindelijk je doel, want je gaat jagen. Oh, hier is ons huis alweer. Oh, een glazen koepel. Wacht even, laten we eens even verder gaan met de glazen koepel. Laten we onze spullen gewoon daar achterlaten. Weet je, het is tijd voor vernieuwing. We hebben lol gehad van de spullen. Laten we eerlijk zijn, hebben we lol gehad, mensen? Oh, hebben we lol gehad van de spullen? Ja. Maar er komt een tijd. Het is een tijd van geven. Er is ook een tijd... Van nemen. Wacht, ik heb het verkeerd omgezegd. Er is een tijd van nemen en er is een tijd van geven. En nu was het overduidelijk een tijd van geven. Althans, nou ja, ik ben gewoon te lui eigenlijk om mijn spullen terug te halen. Het is ook te ver lopen en jullie willen niet de hele aflevering zien hoe ik in paniek mijn spullen terughaal. Oh, is dat wel grappig? Oh. Maar ik heb hier gewoon mijn pick-up. Waarom heb ik die in een kist gedaan? Kan iemand mij dat uitleggen? Nee. Niemand kan dat. En ik heb heel veel zwaarden, terwijl niemand... Ik gebruik nooit een zwaard. Althans, ik gebruik een diamantenzwaard. Maar oh, wacht even. Die 12 diamanten hoef ik absoluut niet mee te nemen. Oh, we hebben een bloempot. Oh nee, we hadden een bloempot gemaakt en die... Oh nee, onze missie. Dat was onze hele missie, die bloempot. Oh nee, nou ja, in ieder geval balen. Ik maak wel weer een keer een nieuwe bloempot. Maar ik ga hier wel gewoon klei zoeken. Laten we heel even... Wacht, is er glas klaar? Absoluut, er is heel veel glas klaar. Laten we gewoon heel even verder gaan met de koepel. De koepel des doods. Oh, gewoon een koepel. Glazen koepel, gewoon een glazen koepel. Oké, hoe komen we nou? Ongelooflijk, wat heb ik nou weer gedaan? Even kijken, zo. Althans, ik denk dat ik... Kijk, het wordt nu niet echt een koepel. Meer een soort piramide dak. Want het moet eigenlijk misschien... Misschien had het wat iets meer omhoog moeten lopen. Maar nou... Oké, wacht even kijken. Hoe gaan we dit oplossen? Oké. Nou, even even denken. Wacht. We gaan heel even klei zoeken. Heel eventjes hoor. Is dat klei? Gevonden. Hier, klei. Hop. Alsof het niks is. Geef mij de klei. Ja, geef maar. En die ook. En die ook. Klei is best wel makkelijk te vinden, mensen. Ik neem mijn woorden terug. Klei is helemaal niet... Oké, laten we nou even snel... Oh, we kunnen niet snel zwemmen. Waarom kunnen we niet... Ik heb A-diploma, B-diploma, C-diploma, D-diploma, E-diploma. En je hebt alleen ABC, hè? Ik heb ABC, maar ik heb ook... ik heb nog brevetten en schoolzwemdiploma's. Oh, en het glas is alweer bijna op, dus in principe... We zijn op precies het juiste moment hebben besloten om een... Een bloempot te maken. Laten we ook eerst even een bloemetje gaan halen ergens. Ik wil eigenlijk een rode bloem. Eigenlijk zou ik wel graag... Oh, hij staat nog steeds op peaceful. Wacht even. Peaceful. Peaceful. Oké, laten we eens even kijken. Rode bloem. Oh, niet schokken gaan. Oké, weet je wat? Een gele bloem. Oké, laten we onze... Oh nee, kom op. Er zijn geen... Stop. Waarom zit ik alleen het gras te slaan? Ik zie niet wat ik doe. Wacht even. Stop. Ho. Nee, ho. Oké, wacht even. Ik ga heel even dit afsluiten. Zo. Als het goed is, moet hij het nou weer... Nee, hij doet het nog steeds verschrikkelijk. Kom op, ik wil nou... Wat is dit nou weer? Ik wil niet Canadian English.
Wacht, oké, laten we even een andere tekst zoeken. Jij hebt toch, volgens mij heb je ook piraat... Ja, piraat speak. Oké, okay. Oh. Pirate. Plundered. Oké, okay. Oké, okay, kom op. Oh, mijn hemel. Oh, mijn hemel, ik ga mijn... Oh, nee. Oh, deze computer. Plundered, ik klik op... Plundered. Plundered. Return to your fight. Welke fight? Ik heb op peaceful gezet. Oh, ik had hem niet op peaceful. Oh, oh, ik ben er bijna dood. Ik ben bijna dood. Oké, okay, stop even. Stop. Stop. Methods. Levels of dentures. Regular. True pirate. Smooth sailing. Dat klonk mij wel als muziek in de oren. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Ik wil die bloempot nog maken. Voor het einde van deze aflevering. Anders heb ik gewoon niks anders gedaan. Dan mijn spullen kwijtgemaakt. En, nou oké, okay, een klein beetje glazen koepel. Oh mijn hemel. Oké, okay, ik ga stoppen. Heel erg bedankt voor het kijken. Laat een reactie achter met je... jouw favoriete filmpje op Thomas Games. En waarom... oké, okay. Ik ga even in een hoekje zitten huilen. Ja. Oké, okay, heel erg bedankt voor het kijken. Laat een reactie achter. Doei.